Welkom bij De Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag trekken we naar onze noorderburen. Coach Abdra Rashati is de headcoach van basketbalvereniging Amsterdam. Met coach Abdra gaan we dieper in op het verschil tussen de Belgische en de Nederlandse competitie. Verder vertelt hij ons ook over de valkuilen van een coach, want basket is geen exacte wetenschap. Enjoy The Huddle. Hey coaches, welkom in een nieuwe aflevering van De Huddle. We zitten aan aflevering 20 ondertussen. Dat zou een speciale aflevering moeten zijn met een buitenlandse gast. Maar eigenlijk hebben we deels een buitenlandse gast. Het is wel een landgenoot van ons, maar hij is actief in Nederlands. Dat is coach Abdrahim. Alles goed met jou? Ja, zeker. We mogen niet klagen, Gudar. Oké, super. Ja, je ziet, we zijn al met twee vandaag. Mijn metgezel Mike, die ligt helaas met ziekte in bed. Dus ook naar de coaches toe. Het is niet dat Mike en ik in ruzie liggen, in tegendeel. Maar spijtig genoeg heeft zijn griepaanval de betere of de overhand genomen. Dus vandaar is het met mij te doen vandaag. Goed. Coach, voor de mensen die jou misschien niet kennen, even kort toelichten of uitleggen wie dat jij bent en waar dat je momenteel vandaag de dag actief bent. Ja, eerst wil ik even beginnen met diepe buigingen ook voor jullie. Voor wat jullie doen natuurlijk met deze podcast. Dank je, is dat heel mooi. Zeker omdat coach zijn soms heel eenzaam is. En dan kunnen horen naar de verhalen van allerlei diverse coaches. Ik zie de revue passeren met namen als Steve Wiebes, maar ook beginnende coaches. En ook Peter van Noord, et cetera, de coach van Bal. En om dan hier te mogen zijn, dat is voor mij ook een eer. Ik ben Abdrahim Rashati. Ik ben geboren en getogen in Antwerpen. Dus ik heb altijd in het Antwerpse basketbal gezeten. Ik ben daar ook begonnen met coachen. Ik heb er zelf ook gespeeld, tot en met derde klasse. En sinds 2014 ben ik eigenlijk verhuisd naar Amsterdam. En daar ben ik ook in het basketbal beland. Ja. En dat is wel interessant, want daar ben ik dan als speler begonnen in een team. Een soort vriendenteams, maar met allemaal ex-spelers van de eredivisie. Ja. En dan zijn wij voor de grap begonnen in de tweede divisie. En dan zijn wij eigenlijk heel snel gepromoveerd naar de eerste divisie. En in Amsterdam ben ik ook beginnen coachen. En dan heb ik de U20 op mij genomen. En na een tijd in het bestuur beland en ook in de technische commissie, omdat ze dan toch zien van die input die ik kan brengen naar die vereniging. Dat is wel nodig. Want we zijn eigenlijk, even om een beeld te geven, wij zijn een basketbalvereniging in Amsterdam, of basketbalvereniging in Amsterdam. En we hebben tegen de 400 leden. En wij doen dat met een technische commissie en een bestuur. En het is echt een verenigingscultuur. Dus het is echt, we zijn een vereniging die wat drijft en we zien waar we uitkomen. En we beginnen nu meer en meer proberen professioneler te worden op elk gebied. En we beginnen vooral bij de jeugd. En van daaruit wou ik ook een keer wat toelichten in de podcast, omdat ik toch in de beide culturen heb gezeten. Ik heb bij Gembo Elixir gezeten. Er zijn toch wel clubs die, Gembo vooral, die gekend is in België en in Antwerpen. En dan een keer te willen vergelijken. En dan zie je toch wel dat er heel veel verschillen zijn in de basketbalcultuur in Nederland. En het grootste punt is vooral die professionaliteit. En daar zit België veel verder in. En dat zal straks ook in het gesprek nog eens kunnen voorkomen, dat eigenlijk dat wij op het gebied van basketbal in België toch wel verder staan. Ja. Maar dan, als je dan ziet naar onze vereniging, de 400 leden, we zitten met 3 mensen in de technische commissie, 4-5 man in bestuur. En zo'n grote club proberen we dan goed te leiden, zonder subsidies. Dus wij werken met 100% contributie van de leden. En ons bestuur is eigenlijk meer bezig met die club gewoon draaiende te houden. En wij nu in de technische commissie, ex-spelers en ook wat mensen die van andere kanten komen, zoals iemand die van het OLA komt, Thijs van Oosten. Dat is iemand die 2 jaar in het OLA zit. OLA is het Orange Lions Academy. Ja. Dus die brengt in, en dat is met Civic natuurlijk. En die brengt dan ook, probeert hij ook wat inputs van daar mee te nemen, om dan het ook wel aan onze club wat te bouwen en daar ook wat vorm te geven eigenlijk. Oké. Ja. Dus dat is inderdaad waar we nu mee bezig zijn.
En je ziet dan ook, ook bij het Ola, als ik dan hoor wat hij mee te maken heeft, toen hij Chivé kwam, basketbal in Nederland is toch niet zo hot. En, en ook de professionaliteit, dat is op een laag pitje, weet je. Bij ons, als je dan ziet, vanaf de jeugd is er toch wel, wordt er wel serieuzer gedaan met betrekking tot basketbal. Op vlak van scheidsrechters, ook de vrijwilligers en ook de structuur in de club. Dus ik vorige keer hoorde we coach Jeroen te werk ging daar in Kortrijk, was dat volgens mij? Yes. Ja, dat is voor ons natuurlijk heel ver. Mm-hmm. Maar wij zijn er nu ook mee om. En daarom heb ik mij ook geëngageerd. Ik ben Heren 1 coach. Dat is een ploeg waar ik vroeger in speelde. Dus dat is ook een beetje een uitdaging, omdat ik dan eigenlijk nog wat ex-ploegmaat aan het coachen ben. Op best een hoog niveau nu. Dus dat is eerste landelijke, noemen wij dat, de eerste divisie. Ja. Kan je vergelijken met derde klasse, eerste landelijke? Ik praat nog wel over de vroegere competities. Volgens mij derde klasse, eerste landelijke. Okay. En ik doe dan nu ook de U20 erbij. Ik ben ook lid van de technische commissie. En die is opgedeeld in jeugd en senioren. En ik engageer me dan met het deel senioren om te kijken voor. Ik ben aan het luik. Om te kijken van welke spelers kunnen we van de jeugd eigenlijk richting prikkelen voor om richting senioren te gaan bij ons. Omdat daar toch ook wel een bottleneck zit van spelers die niet doorstromen. Met van alles te maken natuurlijk. Daar zal ik ook straks even over wat toelichten, over ook wel cultuur. En ik ben ook jeugdcoördinator, dus we hebben x aantal jeugdcoördinators die op de groepen zitten. Ik ben ook de jeugdcoördinator van mijn eigen team. Dus, kunnen mijn eigen vlees, bij wijze van spreken. Dus U20 en U18. U18 zijn dan spelers die bij mijn team spelen, bij de heren. Dat zijn dan de coaches, omdat we toch wel moeilijkheden met coaches te vinden. En je gaat dan toch wel kijken van oké, wie bij de heren 1 heeft die knowledge en wie kan dat doorbrengen naar de jeugd. Dus dat is ook wel makkelijk. Dat is heel veel. Ik hoor je al denken van al die dingen. We hebben het vorige keer ook in de podcast gehad van toen een jeugdcoördinator. En inderdaad, een jeugdcoördinator doet alles eigenlijk. Alles wat wordt gevraagd. En het is echt gewoon coördineren letterlijk ook. Weet je, kijken van kijk, waar kunnen we helpen in gesprek gaan. Wij zitten nu natuurlijk hier weer al in het tweede jaar corona. Jullie kunnen. Ik was net in België. Ik heb ook natuurlijk heel veel vrienden en kennissen die in basketbal in België zitten. Jullie kunnen terug opstarten. Wij zitten nog in een volledige lockdown. Dus wij weten niet wanneer we mogen terug trainen. We gaan hopelijk vrijdag krijgen bij een bericht dat we dan misschien buiten mogen. Dus dan moeten we terug ons gaan heruitvinden. Yes. Dus dat zijn dingen die erbij horen. Dat is vooral dat jeugdcoördinatie. En dan moeten we terug gaan samenzitten. En dat moet niet laten zakken. Want het waren ook twee pittige jaren ook, voor iedereen in het basketbal. En je moet je altijd terug heruitvinden. En 6 maanden stil liggen, dat is voor geen enkele coach of voor geen enkele club aangenaam. En je moet creatief blijven natuurlijk op dat vlak ook. Dus dat is een beetje wie wij zijn, Basketbalvereniging Amsterdam. Dus je merkt waarschijnlijk al een verschil ook met België. Waar er toch wat meer subsidie zit. Maar wij moeten het echt doen met contributie. Wat ook maakt dat we dan heel weinig middelen hebben. Ook voor coaches aan te werven. En die dingen natuurlijk. Oké. Okay. Nee, mooi, leuk project. En tof dat je daar zo een bezige bij bent. Want als ik allemaal hoor wat je doet, vraag ik mij godsnaam af hoe je nog tijd hebt voor de podcast te doen vanavond. Maar Nee, super dat je erbij bent, coach. En ja, BVA, dus Basketbalvereniging Amsterdam. Hebben jullie iets van banden met Apollo Amsterdam? Of staat dat volledig los van? Nee, dat hebben wij. Apollo is de grote club hier in Amsterdam. Ja. Dat is ook de club die het echt serieus neemt. Ook, die hebben ook een ledenstop. Die hebben ook selecties echt op elke leeftijd. Ja. Nee, het enige wat wij zien eigenlijk, en wij zien altijd mensen vertrekken van ons die kant op gaan, omdat zij wat meer te bieden hebben. En daarom ben ik hier ook nu bij BVA om toch te kijken van oké, die jongeren die iets van perspectief willen op het gebied van topsport. Want wij hebben eigenlijk 80% breedte sport en dan nu zijn we richting 20% topsport aan het gaan. Om die toch iets van perspectief te geven. Want ja, weet je, ik ben ook een coach. Als iemand naar mij komt en zegt van ik kan naar Apollo en ze komen nu halen. Ja, dan, wie ben ik om u tegen te houden, weet je. Dat is professioneler, et cetera. En dat moet er gaan. Natuurlijk hebben we ook veel mensen die dan try-outs gaan doen, want die doen nog. Die doen jaarlijks een try-out en dan zien we ook veel naar daar gaan. Maar wij werken wel samen. Dus we hebben qua promotie en dingen qua communicatie doen we wel. Helpen wij ook voor u wat te promoten. Maar we zien meer eigenlijk van ons richting dagen dat er van daar naar ons komt.
Ik heb dit jaar proberen met de coach, de huidige coach van de eerste ploeg, dus Polo Eredivisie, om te kijken of daar in de Dutch Talent League spelers zijn die daar op een dubbele licentie toch bij ons willen komen spelen. Want dan is daar een gap van 3 spelers dat ik niet kon vullen, omdat ik heel veel spelers had. Ene die dan daar ook vertrokken, mijn center was weg. Ik had ook een speler die richting prof die tegen 3 ging en ene die naar Zwitserland ging. Mm-hmm. Om dan te kijken van ja, zijn daar jongeren die dan minuten willen maken. Maar dat was dan ook een interesse. En dat is ook wel straks misschien een punt dat we gaan bespreken over het feit van ja, de jeugd, wat willen ze hier in Nederland? Ja. Maar dat is onze band met Apollo eigenlijk. Voor de rest is dat ja, niet meer, niet minder. Oké, interessant. En je hebt daar straks gezegd hè, dat je nu de coach bent daar in de eerste divisie hè, bij BVA. En dat je coacht nu een aantal gasten waar je samen mee gespeeld hebt. Ja. Kunnen daar misschien iets over zeggen? Want ja, ik kan me inbeelden dat dat misschien niet eenvoudig is. Want ja, uiteindelijk zijn een groep spelers en nu staan we daar eigenlijk boven. Hoe zijn we daarmee omgegaan? Ja, dat was dus moeilijk. Ik heb mij eigenlijk als speler, ook al was ik al U20 coach en had ik al jaren gecoacht, jeugd, et cetera, heb ik mij nooit niet gemoeid met de ploeg eigenlijk. En toen hadden we al een coach, maar dat ging dan niet zo goed. En toen was het ook al een beetje, ik zat ook mijn Latijn en was het ook al klaar bij mij voor te spelen. En dan heb ik ook echt gezegd van ja, ik ben er nu mee klaar mee. Ik kan mij volledig focussen op het coachen. En ik wil die hele ploeg coachen. En toen heb ik dat voorgelegd. En heb ik dat wat gepitcht. En iedereen zei, ja, jij moet onze coach worden. Maar dat ging dan goed. Tot en met eigenlijk toen het pre-season begon. En toen zagen de spelers mij veranderen. En dat was natuurlijk ook. Want ik was natuurlijk ook mijn eigen aan het solliciteren voor die functie, eigenlijk, laten we zeggen. En dan, toen werd ik dan de coach. En toen, toen wilde ik ook voor de top te spelen. Want we wilden naar de promotiedivisie. De promotiedivisie is de tweede klasse in Nederland. Ja. En dan komt de nodige stress erbij. En dan zie je dan ook wel dat spelers ook wel beginnen te kijken naar u. Van, wij hebben wel niet deze coach aangenomen. En toen zijn we terug in het gesprek gegaan, heb ik gezegd van, ja, kijk, weet je, als dat de doelstelling is, wil de kampioen, et cetera. En dan hoort hij erbij. En dan moeten we ook wel serieuzer worden. Kijk hier. Sorry, ik ben iets later. Ja, ik had gezegd, want ik ben al aan het opnemen, want dat maakt niet uit. Ik had gezegd dat je niet zo top waard, maar... Het is gelukt, sorry. Okay. Doe maar verder, Abdra. Ja, anyway. Waar was ik? Dus ik ben dan in gesprek gegaan met mijn team om te zeggen van, ja, kijk, mannen, als we dan toch die doelstelling willen halen, dan moet er dat en dat gebeuren. En autoriteit is ook wel een moeilijk... de cultuur is ook anders. En die zagen mij ook als gewoon, appie, hè. Ik noem Abdra, en ze zagen mij echt als de appie. En om een idee te geven, nu nog altijd... noem het niet met mijn coach. En ik had er in het begin heel moeilijk mee, zelf, omdat ik zei, ik ben de coach, dus noem me op zijn minst coach. En uiteindelijk aanvaarde dat, want dat is uiteindelijk... Paul Vervaak heeft er ooit eens een keer, een paar jaar geleden, die heeft hier ook gecoacht natuurlijk, u weet dat hij hier leidde, en nog een, nu Joost in Nijmegen. En die vertelde een keer ook een anekdote, dat hij zei van, in Nederland noemt iedereen mij Paul dit, Paul dat. En in België heb ik spelers gehad, à la Kevin Roelands. Ik denk dat Roelands was. En die 20 jaar daarna, als die samen op vakantie gaan, nog altijd coach. En toen, als je dan zulke dingen hoort, dan denk ik van kun jij op je strepen staan en staan van eigenlijk moet mij allemaal coach noemen. Maar als dat er niet in zit hier in de cultuur, dan laat het zo. Dus ik heb dat dan ook zo gelaten. Ik heb ook heel veel water bij de wijn moeten doen met die eerste ploeg, want dat is een challenge. Ik had dan ook een uitdaging om ergens anders naartoe te gaan. Maar ik dacht, weet je hoe graaf is dat? Met deze ploeg, dat is letterlijk achter mijn hoek. Bepaalde successenkanalen. Of naar een andere ploeg gaan, waar iedereen opnieuw begint. Waar niemand mij kent en gewoon kan. En ik heb dat proberen. Zo ben ik ook veranderd als coach. Om dat te aanvaarden. Maar bij de jeugd probeer ik nog wel te zeggen van, guys, ik drink met jullie geen pinten, bij wijze van spreken. Dus voor jullie ben ik gewoon coach. En buiten de basket kunnen jullie mij Abdra noemen of zo. Dus dat zijn dingetjes die... die ik heb meegemaakt als coach hier. En waarschijnlijk nog een paar dingen die je zult horen straks in bepaalde punten. Ja. Nee, ik vind dat interessant. Hè. Zeker, Camilla Emil, je bent altijd speler geweest met die gasten en dan moeten die gaan coachen. Dat niet evident is. Maar super. En straks werd je bezig over spelers die bepaalde andere motivaties hebben of ideeën. Want je had mij gezegd, en aan Mike ook, toen we jou aan het interview waren, aan het contacteren waren voor de podcast, dat je sprak over dat de spelers tegenwoordig liever in Nederland naar de DTL gaan of naar college. Ja.
Ja, dat is dus toen ik dan begon eigenlijk en met de U20 te coachen, toen ik zelf nog speler was, probeerde ik al te kijken van oké, wie kan dat niveau aan van heren 1 of heren 2 en waarom spelen die niet in die seniorenteams? Zoals ik ook al aangaf, hier in Nederland zijn al die seniorenteams buiten de promotiedivisie, dat is de tweede klasse, daar is pak 80% allemaal qua selectie en ook qua jeugd. Maar daaronder is alles gewoon eigenlijk ploegs die zijn, teams die zijn samengesteld. En waar je dan eigenlijk niks van jeugd terugziet. En ja, als je dan gaat kijken, hoe komt dat? De jeugd hier, die zijn niet geïnteresseerd in om heren te spelen. Voor hun is het, de Dutch Talent League is tot U22. Dus die willen echt shinen in die Dutch Talent League. En daarna zeg je van, ja, dan wil ik eigenlijk het liefst naar college. We hebben een heleboel spelers hier die in college zitten. De Bond zit hier ook in de spotlights. Dus op ESPN Nederland worden de meeste games van die spelers die daar zitten, worden dan uitgezonden. Dus die krijgen wel die aandacht. Wat in België volgens mij niet is. Ik bedoel, ik weet niet of de college wordt uitgezonden. Maar hier volgen ze dus die x-aantal spelers. En het is dan wel die een droom. En hoe komt dat? Als je dan met die jongeren praat, die interesseert hem precies niet. Er zijn er wel die dingen. En ook... die denken dan ook van, ja, weet je, wel eens in België, als je 16 waard, ik hoorde het ook nog zeggen, Mike, vorige week bij de podcast met Jeroen, ja, je wou alles spelen. Jij stond elke minuut dat jij kon vangen, als ik 16 was, bij wijze van spreken, dan keek ik naar, oké, de 12e man, hoe snel speel ik die eruit en hoe ga ik naar de 6e, 7e man en hoe snel zit ik in de basis? Dat is hoe wij... nu is dat misschien veranderd, maar hier is dat niet. Ik heb spelers over... Ik ben eigenlijk hier meer bezig met spelers te overtuigen van, waarom kom je naar de heren? En dan kijken die naar mij en dan zeggen die van, dan kom ik naar daar. Dat is ook niet leuk. Want dat is die kloof is er natuurlijk, wat in België ook is, die leeftijdskloof. Mensen gaan, als het om de knikkers gaat, als het om de prijzen gaat, dan is het chaos. Mijn trainingen zijn heel chaotisch. Omdat ik toch een soort basketbal speel waar heel veel chaos is en heel intens is. Dus als er zo'n jonge gast komt en die ziet dat daar en we doen een drill en het gaat niet goed. Ja, ik heb een paar gasten die brullen heel de keet kapot. En dan zit hij daar en zit hij van, ja, wat de fuck ben ik hier aan het doen? En wat ik denk... Weet je uit wat dat is? Chaos op je training? Ja, ik ben een coach waar op training alles mag. Iedereen mag tegen elkaar schreeuwen. Als je een discussie, dan moet je met twee uitvechten, bij wijze van spreken. Dus sommige spelers die mogen dan wel iets meer met hun stem verheffen dan anderen. En die drills en de sfeer, ik probeer toch altijd zo wat, omdat we toch met amateurs zitten ook, mensen die de hele dag hebben gewerkt, om die trainingen echt leuk te maken, maar ook met heel veel chaos. Ik speel heel chaotisch basketbal, snel basketbal, heel optimistisch basketbal. En probeer dat ook na te bootsen op training. En dan probeer ik zelf aan. Ben ik bijvoorbeeld in een drill aan het schreeuwen. Of tijdens, dan doen wij simulaties van games. En dan mag de andere kiezen of die bijvoorbeeld voor of achter staan. En ziet dat potje wint, of die wedstrijd wint. Dan kiezen dat je in de bonus zit. Of dat je met 6-0 begint. En dan als er discussie... We hebben ook bijvoorbeeld de hele tijd problemen gehad met technische fouten. En dan hebben wij er boetes op gedaan. En dat niks lukte. En dan op training dan heel kort dat. Mensen waar spelers ook wat extra kloten om dan te zien hoe ver je kunt gaan. Zo kleine pesterijen bijna. Om dan eigenlijk... En dan weet ik dan bijvoorbeeld als een jonge gast komt en die ziet dat allemaal aan en die weet niet, dat is de eerste keer die training bijwoont. Dan denk ik ook van, wat de fuck is deze hier van een zottehuis eigenlijk. Maar dat is een beetje, zo spelen wij ook. Ik heb iedereen er zo in laten geloven van, dit marcheert, geloof erin. En zoals ik zei, het is heel optimistisch basketbal. En als je dat ziet, dan is dat heel leuk om te zien. Maar als dat misgaat, dan gaat het ook gewoon heel komisch. En dan is het in zak en as als coach. Dus dat is een beetje hoe wij die chaos creëren op training. En dan een punt waar ik wat terug ga eigenlijk. Waarom jonge gasten niet zo geïnteresseerd zijn. Die worden 18. Die moeten ook een bijbaan gaan zoeken. Ik weet niet, jullie mogen mij corrigeren of ik juist ben of niet, maar dat is ook nog niet vermeld in de podcast door iemand van mijn Nederlandse collega's, maar er zit gewoon nog te veel geld in het amateurbasketbal in België. En ik zeg het niet graag, maar het is wel zo. Ik, dat haalt die league in België toch nog wel beter en dat gaat zelfs tot en met
de Benix League. Maar daar wil ik niet over uitwijken. Maar ik wil zeggen, toen ik in provinciaal begon, toen waren er al mensen met premies van 50, 70 euro. Ja, hier is geen geld. Hier spelen wij tot en met de promotiedivisie, dus de tweede klasse, betaalt iedereen gewoon contributie. En een serieuze contributie. Wilde jij basketballen, dan betaalde jij. Ik weet dat er in, ja, ik heb nog derde klas gespeeld met een paar spelers, bekende oudspelers. Ja, die lonen, dat is ongezien. En ook in de lagere rajonnen. En dat doet veel. Ik heb spelers gehad die echt wel, ik wist van, die kunnen eredivisie spelen, maar die het zeiden van, ja, ik heb een dochterke, ik moet nog studeren, ik heb een bijbaan. Dat is niet interessant voor mij. En daar stoppen die, dan haken die af. Ik bedoel, als jij een jongen gaat, ik heb talenten gehad, die zeggen ook van, ja, ik moet straks serieuze studie gaan doen. Ik doe dan een bijbaantje in de supermarkt, bij wijze van spreken. Ik heb geen tijd voor basketbal. Maar als je dan bijvoorbeeld in mijn basketbal een paar honderd euro kunt krijgen, ja, dan gaan de spelers ook gewoon sneller kiezen voor te blijven basketen. En dat is wel in België. Ik weet natuurlijk niet of er nog in provinciaal basketbal hier en daar een premie is, maar ik durf verder in derde klas, tweede klas, om maar te noemen. Een voorbeeld, toen Kangaroos juist ging aantreden in eerste klas, ik weet niet of je dat nog wist, dan speelden die met semi-pro's. Wij speelden hier in Nederland, in de Benix, Apollo, Den Haag, dat zijn ook semi-pro's. Ja, dat kunnen van de leven niet vergelijken. En zo zijn er veel dingen dat je niet mocht vergelijken, maar om je een idee te geven. En ik denk dat daar ook nog, dat money toch ook wel een issue is op dat vlak. En ook voor, niet alleen voor de spelers, maar ook voor de coaches. Natuurlijk, ik doe dit allemaal voor love for the game. Jullie doen dat ook allemaal voor de love for the game. Dus, maar daar denk ik dat de jeugd ook wel zoiets heeft van, ja, ik weet niet. Daarom dat hij dan liever zegt van, ja, ik speel liever tegen mijn leeftijdsgenoten in plaats van vrijwillig te gaan proberen. Er zijn er wel, hè. Ik bedoel, er zijn ploegen die jeugdspelers hebben, maar relatief weinig eigenlijk. Dat is mijn idee, denk ik. Nee, maar je hebt 100% gelijk dat geld altijd wel meespeelt. Het is het mindert altijd wel wat. En ik probeer dat toch ook in mijn ploeg, dat eigenlijk niet het belangrijkste. Zeker op lagere regionen. Vroeger was dat vaak hoorde dat veel meer in provinciale. Maar ik vind dat eigenlijk ook niet een drijfveer mag zijn. En ik denk dat je momenteel soms... waarvoor is corona goed, is dat er nu sommige, hoe zie je dat, apen uit de kast vallen. Spelers die niet willen spelen, omdat ze niet betaald worden, denk ik, kom op. Zodat jij juist zegt, oké, we krijgen er misschien allemaal wel een vrijwilligers... geld voor. Maar ik denk, als we gaan uitrekenen als coach hoeveel tijd dat je erin steekt, komt het er niet. Allee, als je kilometer stelt dat je doet, hoeveel tijd... ik heb je vorige keer nog gezien dat je in Madrid waart, in Fenerbahce. Dat is ook allemaal om bij te leren. We zullen er straks nog wel over praten. Dat is ook niet voor niks. Hè? Of de club sponsort dat ook niet. Nee, dat is gewoon passie, inderdaad. En, ik bedoel, ja, zoals gezegd, die vrijwilligersvloering, dat is niks in de uren dat wij erin zitten. Ik bedoel, ik ben praktisch altijd of aan het werken of met basketbal bezig. Mm-hmm. Dus, ik zeg het, love for the game. En dat is wel jammer dat je dan ziet in die lagere regionen. Want het is jammer, maar ook, dat houdt het niveau wel omhoog, natuurlijk, met dan spelers afzakken en die dan daar gaan spelen. En dan kunnen dan zeggen, ja, maar dan heeft de jeugd wel een goede competitie. Maar hier is gewoon heel duidelijk van, oké, weet je, er zit geen geld. In promotiedivisie, dus de tweede klasse, kan het zijn dat de ploegen dan die contributie of dat lidgeld dan betalen. En dat zit dan. Want je moet weten, ik heb het juist ook al tegen Gunnar gezegd, wij runnen een club van 400 leden met enkel lidgeld. Wij hebben geen subsidie, zoals de meeste teams geen subsidie hebben. En wij hebben ook geen sponsors. En wij hebben ook geen inkomen, omdat de mensen die komen kijken, we zijn een derde klasseploeg, dat zijn vrienden, hè? Dat zijn 5 à 10 mensen die komen nu wat steunen. Een derde klas zit in België, of tweede klas zit gewoon goed vol. Hè? Ik bedoel, Gembo, Waregem, dat zit gewoon goed vol. Komt er dan nog eens bij dat de mensen die kantines exploiteren, die hebben niks met de verenigingen te maken. Dus die, als die wilt sluiten, denkt van ja, de basket die drinken niet. Die korfballers, wat ook zo is bij ons, die drinken meer. Voet, ik doe die deur dicht. Ja, dan heb je ook geen inkomen. Dus wij hebben niks van inkomen van kantines en zo. Dus en dat verandert het product basketbal. En dat is wel jammer. En daar lopen wij tegenaan. Ook bij de bond, et cetera. Dus dat zijn zo dingen waar ik zoiets uit van, wow, ik kom van België. Ik bedoel, ik heb bij Brabo gespeeld in een tijd. Ik heb bij Olyxa, Gembo. Daar was alles geregeld. En dan kom je hier en dan zie je en dan denk je van, oh. En dat is ook wel een kans, hè. Want uiteindelijk kan ik me hier ontwikkelen, omdat ik dan heel veel vrijheid heb
om dienst bij te brengen ook en mij ontwikkelen op alle facetten. Maar ja, soms denk ik ook van, ah, waar zijn we toch mee bezig? En, maar ja, dat is ook wel plezant eraan eigenlijk, om zo'n grote vereniging te zitten en dan nu zoveel te mogen beslissen en zoveel te mogen doen. Ja, dat is eigenlijk. Nee, sowieso. Coach, iets anders waar dat jij zeker over wilt praten, hè? Want je bent ook nog, gezien uw leeftijd, een vrij jonge coach. Hè? Je wilt praten over het begintraject van een coach eigenlijk. Wat kun jij vanuit uw ervaring even delen met de andere jonge coaches die vandaag aan het meekijken zijn of aan het meeluisteren? Ja, eerst bepaalde van oké, wil je een jeugdcoach zijn? En een goede jeugdcoach, wat heel belangrijk is, want die heb je nodig, zeker in de basis van alle succes. Of wil je een seniorencoach zijn? En ik kwam snel achter dat ik eigenlijk een seniorencoach wil zijn. En dan is dat niet makkelijk natuurlijk. Je moet een ploeg vinden. Moet je eigen profileren, wie ben ik? Welke filosofie heb ik? En dan zit het er zo alleen. En dat vond ik wel, daarom dat ik blij was met zo van die podcast, omdat je dan luistert naar, en zeker bij jullie, naar alle soorten coaches. Beginnende coaches, tot Stevie Bessen, Peter van Noord en coach van Bal vorige keer. En dat is interessant, omdat je als jonge coach niemand vertelt die van, ah ja, je gaat dat en dat en dat doen. Ja, kun je veel clinics zien, kun je veel van alles doen. Kun je ook je licentie halen natuurlijk. Maar dat is ook gewoon, ja, dat is een bundel, hè? Er zit van alles in. Dan studeerde en dan doe je een test of je maakt, je presenteert een portfolio. Maar dat staat er als jonge coach. En dan moet je eigenlijk uren gaan maken. Natuurlijk hebben we nu te maken met corona. Dat kan niemand zien aankomen. Maar je moet op het veld staan en moet jij coachen en moet jij dingen meemaken. En dat is soms moeilijk, want je krijgt niet zomaar een ploeg in de derde of tweede klas. Ik heb eigenlijk mijn ploeg overgenomen. Dat ik de chance eigenlijk, maar moest ik bijvoorbeeld dat niet hebben, en dan zou dat een heel moeilijk traject zijn van oké, hoe kom ik ergens binnen? Dat is ook zoiets, je moet kansen krijgen natuurlijk. En dan beginnen, en dan, ja, dan moet je gaan denken, oké, wie ben ik? En voor wat sta ik? En maar dan kun je dat niet zomaar kopiëren, kun je niet zeggen, Obradovic of zo, en die staat voor dat, kan ik dat ook doen? Ja, dat gaat zo niet natuurlijk niet. Dat is ook een andere league, dat is een andere filosofie, dat denk ik toch wel als jonge coach. Dat is toch wel iets moeilijk. Wat mij echt heeft geholpen, en dan wil ik ook een shout-out doen, is de mentor, en dat is Roberto. En dat is iemand, en dat raad ik ook aan de jonge coaches, heb iemand waar je kunt mee sparren. Die hoeft niet veel meer te weten. Ik heb nu wel het geluk dat hij heel veel van basket, en dat hij heel veel heeft gedaan. Hij heeft ook dames in de Eredivisie getraind. En hij heeft met jeugd gewerkt. Daar in de Eredivisie, in de Dutch Talent League gewerkt en et cetera. Maar dat is iemand, ik hoop dat ook iedereen zo iemand heeft, waar je gewoon mee kunt sparren op elk moment van de dag. En dat je het moeilijk hebt en dat je tegen dingen aanloopt. Dat je gewoon zonder schaamte, want dat is ook belangrijk, dat je gewoon je eer opzij kunt zetten en zeggen, joh, kijk, ik loop tegen deze aan. Jij kunt niet alles weten als jonge coach, weet je? Jij kunt clinics hebben gevolgd, die cursus hebben gevolgd, maar straks kom jij in een wedstrijd en dan krijg jij bijvoorbeeld een situatie, ik zeg maar iets tegen 1-3-1 of een pressie, kun jij niet oplossen. Ja, kun je terug naar huis lopen en zeggen, ik kan het eens opzoeken op internet, maar jij moet iemand hebben waar je mee kunt sparren in je eigen taal en die ook luistert naar u. En natuurlijk ook zo'n media zoals jullie te luisteren. En dat is wel belangrijk, dat je zoekt je eigen mentor. En wees open ook, weet je. Je gaat niet alles weten. Als jij 5 jaar coachen hebt, bedoel, die oudste coaches die leren ook nog altijd bij. En die lopen ook tegen dingen aan. Dat is niet voor niks dat er nieuwe defense methodes worden bedacht door coaches in de Euroleague. Zoals, ik weet niet, een next of een triple switch of et cetera. Snap je, basket? Dus je gaat altijd evalueren. En wees gewoon bewust dat je mee met hem moet kunnen overbabbelen. En ik weet dat, ik denk dat toch sommige coaches zoiets hebben van, ach ja, kan ik niet soms stomme vragen stellen, want dan denkt hij, wat zeg jij van de coach? En dan denkt hij van, ik heb daar geen kennis van. Maar vandaar ook dat ik dat even wou zeggen hier ook van, shout-out naar coach Roberto, die mij altijd helpt en die mij ook heeft geholpen met, toen ik begon bij de heren, om heel mijn playbook in elkaar te zetten. Ik zeg maar, van alles. En die is, die dan ook gewoon u met plezier helpt, zonder te denken van, ach, vraagt die nu of zo. Ja, maar dat is kei leuk, hè. En het is soms moeilijk, hè, Adra, voor de jonge coaches, voor echt iemand te gaan vinden. En daarom dat we eigenlijk ook die tip-off, de huddle, dat we daar echt wel, dat mensen ervoor openstaan. Soms is het ook andersom,
van als je als jonge gast aan iemand iets vraagt en allee, ik heb nu de chance dat ik best wel wat volk ken in de basket. Dat is, tegen mij wil dat nog niet zo snel zeggen, maar ik weet wel bij andere coaches dat ze heel snel zeggen, ja, ik zal het wel eens doen of dat, en ze laten die eigenlijk links liggen. Bij mij is dat ook, bij mij kan echt iedereen terecht bij mij. Als die een vraag hebben, heb ik altijd een oplossing? Nee, ik vind dat leuk. Ik vind dat leuk dat mensen beginnen vragen te stellen. En ik doe dat ook heel vaak. Ik mag dat niet te veel doen, want ik heb daar iets bij. Filip Pollock heeft al iets, en als ze hem nu luistert, kan ik hem zeggen, dat is de tweede keer dat jij mij vernoemt. Maar, nee, maar dat is toch zo. Dat is leuk. Ik met hun daar ook. Ik stuur daar vaak mee. Ja. Het gaat over kleine dingetjes. Over laatst waren we bij hem thuis. Zware discussie met zijn vrouw er nog bij. Zware Gunnar. Vrouw luistert nooit niet naar een man, maar dan wel naar de partner van Gunnar. Allee, dus dat is leuk. Je moet er ook als headcoach of als een coach die hoger coacht, openstaan. Wij moeten ervoor zorgen dat een basket gewoon beter wordt. Ja. Ik denk dat een heel belangrijk is. Ja. Je moet niet op je eilandje werken en denken, alles wat ik heb, is voor mij. Nee. Ja, zeker. Dat is vorige keer ook gezegd, inderdaad. Ja. De coach, ja. Van ja, weet je, ik moet elkaar helpen, ik moet elkaar ook delen. Wat ik ook bijvoorbeeld doe, is het in een groepsapp. Want eigenlijk, vorige keer zei mijn coach Jeroen had het over die Facebook groepsapp. Waar wij bijvoorbeeld hebben, we hebben een basketbalvereniging Amsterdam Coaches app. En ja, er wordt van alles nog wat in gezegd. Maar wat ik niet gebruik is van, oké, heb ik content, heb ik een playbook, heb ik drills, bijvoorbeeld, is dit van EA of is dit van ik weet niet wat. Ik deel dat automatisch. Ik heb niet zoiets van, ik wil de beste drills hebben, ik wil de beste ideeën hebben. Nee, ik deel dat. Coach Royakker had vorige keer het over videoscouting, een heel goede PDF met 3 bladen erin van essentie van hoe je het beste moet, dat is Coach Royakkers volgens mij, van hoe je het beste moet video's scouten, dat deel ik ook. En dat zijn zo dingen, zoals gezegd, je moet dat gewoon delen en niet zeggen, dan ga ik misschien die slimmer maken. Daar zijn we net voor. Je moet juist alles zoveel mogelijk, want je gaat zelf ook dingen gaan halen en dat is ook met je gedeeld, dus waarom zou je het zelf niet delen? Ik heb nog eens je zit er mee, in het begin mee begonnen, hè. Wat voor coach wilde worden, jeugdcoach, seniorscoach. Ik denk ook altijd, je moet alle twee zo aan, want je gaat ook de basis moeten kunnen als seniorscoach. En toen begon je automatisch over filosofie. Ja. Kun jij iets zeggen hoe dat je, want je wordt dan coach van die ploeg, hè? Je beslist om die coach die ploeg over te pakken. Je hebt altijd wel gebasket en je hebt wel een soort filosofie. Dat is echt een leuke vraag, want Gunnar en ik hebben daar al 100 keer gebegint en voordat je het weet, staat je blad vol. Hè? Ja. Dus, hoe begon jij eraan? Ik denk dat filosofie, de meeste van de coaches zijn, ook, hebben ooit gespeeld, veronderstel ik. En misschien een kleine percentage zijn niet gespeeld. En je ziet toch van, wat van de spelerwaarde, hoe beleefde jij toen basketbal? En van dat standpunt ga je en dan beginnen ze wat te denken van, en ik probeer het altijd heel simpel te halen. Ik heb het ook aangegeven, ik probeer heel optimistisch basketbal te spelen, waar we naar snelle scoren gaan en waar we het gewoon niet te ingewikkeld maken. Maar dan toch wel heel gestructureerd, als het moet. En dan probeer ik eigenlijk dan toch wel de regie in zijn eigen handen te hebben. Wat soms wel botst met de spelers, want ik probeer dan echt bijna soms elke call te gaan roepen van we gaan spelen, terwijl ik heb altijd geen echte guard die dat zelf kan besturen. Die kan dat wel, maar ik denk in mijn eigen van ik heb toch liever dat je dat dan speelt, terwijl soms sommige coachspelers hebben van ik geef de vrijheid aan de guard en die mag precies wat op dat moment gebeurt. Maar ik ben van heel veel vrijheid en heel chaotisch en heel optimistisch. Maar dan word ik dan zelf de regie wil en dan moet het echt execution op een heel hoog niveau zijn. En dan moet het zoals ik het wil eigenlijk. En dat is heel schizofreem soms in de wedstrijd. Want de mensen denken ook van wat zijn we eigenlijk aan het doen soms? En dan probeer ik daar eigenlijk, dan word ik coach ook heel intens. En dan zie ik dan inderdaad dat soms heel goed gaat. Want wij geloven er allemaal in. Mm-hmm. Maar dat is mijn ding. Gewoon snel spelen, heel simpel houden. En dan vanuit een verdedigend blok eigenlijk. Vanuit een verdedigende organisatie. Waar we heel veel druk zitten in defense eigenlijk. Wat voor een kaart zit jij? Heb jij graag dat de coach de play roept? Of niet? Oh, graag de play roept. Of zegt waar we moeten spelen? Ik ben iemand die het tempo zelf hoog wil houden. Dus stel nu dat een tegenstander een bal dat er gemist is. Hè, en we hebben de rebound. Ja, dan gaat er lopen. Dan ga ik niet... Soms
durf ik wel al eens, als we zo bijvoorbeeld 2-3 plays naar elkaar in garbage hebben gespeeld en het gaat niet en het is even een dead ball moment of free throws, durf ik al eens een keer naar de coach draaien van wat zie jij? Heb jij een oplossing? Of met een andere speler op het veld, met een Greg of een Eli, die toch die ervaring hebben. Maar ja, ik denk hoe ouder je wordt en hoe meer ervaring dat je hebt, hoe minder dat je daar eigenlijk terug gaat kijken naar je coach. Of je weet wat je ploeg die op het veld, welke balance dat je hebt, wie dat wat kan, welke opties dat je kunt spelen. Dus heb ik dat nodig? Met momenten wel, denk dat wel, want dat is uiteindelijk toch altijd de rol van de coach om op bepaalde moeilijke momenten toch even die oplossing te bieden. Maar in de flow, de keer dat je weet je dat ook, hè, als het plots 3-4 minuten up-tempo game is, aan twee kanten, dan zit je gewoon in je flow. Dan, soms speel je geen plays, hè, dat is gewoon puur open court en dan zie je wel. Dus denk wel dat dat nodig is, maar om daar constant... Nee. Ik ga ook wel, wat Abdera zegt, zo heel schizofreen spelen. De ene keer zo gaan en dan weer dingen. Dat geeft echt wel wat dimensie aan je dingen. En het is gewoon aan de coach dan om heel duidelijk te zijn van in welke moment dat we eigenlijk zitten. Het is soms niet makkelijk voor spelers, denk dat je dat kunt beamen. Dat zij soms het heel moeilijk ermee hebben. Maar eens dat ze ermee weg zijn, is dat plezant om spelen, hè. Ja, en wat ook is, de meeste van de tijd is een tegenstander niet op voorbereid. Een tegenstander is altijd voorbereid dat je met set plays komt, dat er wel eens een keer vaart wordt gemaakt, met die bal wordt gepusht, maar dat die pace of die wedstrijd altijd wel ongeveer hetzelfde gaat, snap je? En ik geloof er echt in als je constant die chaos zit. En dan zeg ik ook tegen de spelers van, kijk, wij moeten de scheidsrechters echt mee hebben. Niemand mag iets tegen die scheidsrechters, want wij spelen op het randje, weet je? Dus wij proberen de hele tijd... Die fire, die oven aan te zetten. En dat is heel intens. En ik heb ook, er staat geschreven om die wedstrijd richting winst te brengen. Dat is heel intens, zoals ik al zei. Er zijn tegenstanders die er dan heel moeilijk mee hebben. En dat merk ik ook wel soms. Maar ik zeg het ook, het kan ook gewoon heel misgaan. En dan zit het dan met je optimistisch basketbal. En dan denk je van, is dit wel realistisch basketbal? Dus dat is van die keer zijn we in de medaille. En dat is schizofrene van, maar je moet erin geloven. En je moet ook iedereen meetrekken. Bijvoorbeeld, ik heb spelers die niet zo hoog, een hoog percentage zitten. Maar je moet die ook doen geloven. Van, joh, kijk, dit is het systeem. Die schoten moeten genomen worden dat je vrij staat. Natuurlijk, dat gaat mee ups en downs. En ja, als je erin gelooft, dan krijg je een soort mooi basketbal in mijn ogen. En hoe probeert u zelf tot op... als het zo chaos wordt en je ziet het zelf even niet meer zitten. Niet meer zien zitten. Hoe probeer je dan toch... Is het voor jezelf zo... Op het moment dat je denkt, oké, ik moet nu even gaan zitten en heel even nadenken, of met een papiertje bij, dat je toch denkt van, oké, bijvoorbeeld voor mezelf, ik heb dan het moment dat ik heel even op mijn stoel moet gaan zitten, omdat ik dan voel van mezelf van, ik ga mezelf verliezen en ik trek de ploeg erin mee. Ik denk dat Gunnar dat echt al heeft gezien met mij en misschien jij ook als je me ooit hebt zien coachen. En daar probeer ik heel hard om te werken, dat ik mezelf niet meer verlies. De ploeg mag zich verliezen, maar dan moet ik er klaarstaan om er te zijn. En dan is echt het moment dat ik even moet gaan zitten en zeggen van, oké, Mike, come on, hup. En jij coacht daar nog in België, maar ik heb al... ik heb onlangs nog een samenkomst moeten hebben met de spelers, omdat het gewoon ging over van jouw coach. Je wilt soms nog meer dan wij zelf. Ja, en dan denk je van, dat kan toch niet? Jullie moeten toch meer willen dan mij? En soms verlies ik mijn eigen, maar ik ben altijd beleefd. Ik heb nooit, best met mijn scheidsrechter of zo, ik kan nooit beledigen of zo. Maar ik heb ook een assistant op dat niveau, dus ik ben er heel dankbaar voor dat ik een assistant heb en die mij helpt en die mij dingen kan doorzeggen. En ik noteer ook inderdaad soms. En soms verlies je eigen. Soms, ik, dat is misschien heel raar, hè, maar ik vind coachen... Ik vind de wedstrijdcoachen eigenlijk niet zo leuk. Ik ben altijd... voor mij is dat 40 minuten... als die klok aangaat, is 40 minuten ding is dat eigenlijk alleen maar mislopen. En waar je de hele tijd probeert... ik dan toch die regie probeer te corrigeren. En waar alles eigenlijk gewoon soms wel goed gaat. En dan winnen de wedstrijd. Maar soms heel veel dingen gewoon niet goed gaan. Mm. En dat is mijn... En als die wedstrijd gedaan is, dan geniet ik natuurlijk denk van, dat is het zaligste gevoel dat er is. Maar tijdens de wedstrijd, denk ik, als ik naar mezelf zou kijken, denk ik van,
geniet jij nog wel van die wedstrijd? Eigenlijk moet jij een Instagram-naam op Radovic veranderen of zo. Ja, nee. Ik vind dat je niet wel moet kopiëren. 14 minuten, alles perfect, hoe dat moet lopen. Nee, want ik zeg het, ik ben niet zo... Ik zeg, ik ben beleefd. Het is vooral van binnen. Maar ik denk dat hij ook heel beleefd is. Maar dat hij gewoon... Die heeft dat zo ver gekregen dat zijn spelers dat kunnen aanvaarden. Ik denk dat hem maar één keer erover is. En dat kent iedereen dat dingen. Dat hem met tegen... Gigi D'Atome dat hem uitvloog. En ik zo strak over laatst van Spinner en ik dat nog eens aan het bekijken. En gewoon ook het feit dat hij zo zei van... Fuck you, Gigi D'Atome. En dat hij eigenlijk onmiddellijk zijn eigen omtrek. En you, Mama Tougelo, die kreeg daar ook nog eens de volle laag. Dus ik denk ook dat hij daarna... Ik denk dat hij ook groot genoeg is om daarna te zeggen van oké, boys, misschien was ik even niet goed bezig, maar... Ja, maar dat is zijn karaktertype. Ik kan er niks aan doen, weet je. Ik spreek daar met spelers over. En ik heb er ook moeilijkheden gehad, want inderdaad, sommige spelers die aanvaarden niet, maar ik ben ook... Ik kan geen fuck you zeggen, mensen natuurlijk. Nee. En die zouden dat nooit niet aanvaarden hier in Nederland. Maar soms kijkt die ook naar mij van ja, hey, gast, jij wilt het nog harder dan ons. En ik denk van ja, jullie moeten nog meer... willen dan ik. En soms is dat zo. Jammer genoeg. Nee, dat is. En coach, we hebben het nu over het coaching, hè, over uw start hè, als jonge coach, dat je daar begonnen bent. Wat is, naar uw ervaring, een van de grootste valkuilen dat je kunt hebben als jonge coach tegenwoordig? De content die er allemaal... Hey, we moeten veel delen en we moeten elkaar helpen. Mm-hmm. Maar er is tegenwoordig ook heel veel content op YouTube. En daar heb ik ook vermeld van... Pas daarmee op, weet je. Ik bedoel, voordat je een YouTube-coach bent en dan zit je in zo'n vuik met alleen maar dingen die je zelf opzoekt. En ja, je weet hoe je een vuik kan werken. Zoals in deze tijd dat je in een foute vuik zit met misinformatie. Dan ga je alleen maar dat krijgen. Dus dat kan ook met basketbal. Snap je? Dat jij constant alleen maar... Hey, je zegt van, ah ja, als ik een raad nodig heb, dan ga ik naar die kliniek of dan ga ik naar die coach. En dat is een valkuil. Probeer altijd wel je eigen een beetje uit te vinden. Kijk voor wat je staat. Je gaat fouten maken. Je kunt niet alles perfect overnemen. Dat is ook wat ik zei, van ja, basketbal is geen wetenschap. Ik heb met coaches gezeten ook, die alleen maar propageerden over de Neuroleague of dit of dat. En wees ook als coach... probeer altijd wel het product basketbal te promoten. Snap? Ik ga niet zeggen, ik heb coaches gehad, waar ik mee heb gespart hier ook, van ah ja, nee, weet je wat, jongeren die goed willen worden, die moeten alleen maar de Euroleague zien. Nee, als een jongen, coach Steve Ives heeft het ook gezegd, als de jongens worden geprikkeld, die kijken ook naar de NBA. Als een jongen de Kyrie Irving wilt zijn, waarom niet? Weet je, als jij graag naar college ziet, doet dat. Maar ga niet als coach zeggen van, ach ja, omdat ik alleen maar naar dat soort basketbal kijk, is dat het beste basketbal, snap je? En dat zijn dingen, wees open voor, oké, of dat nu discussies wat beter is, of weet ik veel, dat doet er niet toe. Maar probeer altijd wel... het product basketbal te promoten. En dat vind ik... Dat is heel belangrijk. Weet, ik hou ook van Euroleague. Ik kan ervan genieten. Ik ben onlangs in mijn citytrips aangepast naar de steden waar de Euroleague wordt gespeeld. Maar ik ben ook een fan van NBA. Ik ben ook een fan van 3-3. Ik ben ook een fan van overal. En ik zie soms coach, Euroleague dit, dat en die coach. Ik kan je misschien niet zeggen, maar ik heb nog nooit een jonge gast gehoord die zei, ah, ik wil later bij Rubin Kazan spelen. Maar ik heb wel al veel jongeren gehad die hebben gezegd van, ja, ik wil een Kyrie Irving of een Kevin Durant zijn. En dat is belangrijk. Weet je? Laat jongere gasten ook gewoon hun eigen lekkere, zelf doen wat ze willen op het gebied van basketbal. Ja, en vooral wat ik belangrijk vind is ik ben een Euroleague-fan en eigenlijk, we hebben er over laatst nog over bezig geweest, hè, Gunnar. Je moet ook in die leefwereld van die kleine mannen gaan. En die kleine mannen is NBA. Maar wat ik wel vind, is van, probeer daar dan in het te zoeken wanneer Kyrie Irving in het Europees basketbal goed in is. Hij gaat niet naar een Durant, dat is onmenselijk, die man. Hè, die is 2,15 meter, of hoe groot is die? Die shot, die dribbelt, die doet alles. Oké, maar dan moeten we stukjes gaan vinden waar dat je kunt zeggen, oké, daarom is een Durant supergoed. Die doet dat goed. Kyrie Irving, zijn balhandling is goed.
waarom, jongens, omdat hij er zoveel op traint. Wil ik dat jij 100 keer door je benen dribbelt tijdens een match? Nee, want daar zijn wij niks mee. Dat is ook aan een basket. En ik vind dat die kinderen dat ook moeten weten, dat dat niet dezelfde soort basket is. Maar qua skills vind ik de NBA wel super, super goed. Dat is voor mij echt een topper. Omdat je daar echt spelers kunnen de skills leren. Oké, teamplay is iets totaal anders soms bij ploegen. Ja. Totaal anders. En dat moeten zij beseffen. Nee, maar toen ik ook in mijn cursus zat, mijn coaching, dan zie je toch al coaches die zeggen, ja, ik ben die, ik associeer me met die coach en Euroleague dit en dat. Maar ik moet ook beseffen, dat is het beste van het beste. En dat zijn de beste spelers voor in dat systeem. En natuurlijk is dat heel theoretisch en je kunt daar heel snel je eigen terugvinden en bepaalde tactieken overnemen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook coaches bij ons in de vereniging die zeggen, ik heb een quick hitter van de coach van Barça. Maar je beseft niet dat die play is gemaakt voor de allerbeste shotter in de wereld, een van de beste shotters in de wereld vrij te krijgen. Meestal staat je in je competitie of in je niveau, staat er gewoon vrij en moet je niet heel die dingen in Bataclan gaan uittekenen. Of moet je niet, en je moet dingen overnemen. Hè. Ik bedoel, ik neem dingen ook over, ideeën over, maar die moeten relevant zijn voor mijn niveau. Ik heb een keer, en dat is hetgeen wat ik zei, je moet botsen, je moet dingen kunnen implementeren, je hebt het ook over gehad. Tijdje geleden in de podcast, als jij iets ziet, ja, je moet dat nog kunnen overbrengen. En ik heb een keer ook bijvoorbeeld de next defense, ik was er helemaal zot van, ik zeg, oh, ik ga deze spelen, en in mijn, kom maar eens in mijn niveau, mijn competitie, wie gaat dat oplossen? Niemand scoort tegen ons. Maar dat heeft mij 3 maanden geduurd en ik kreeg dat nog niet geïmplementeerd. En dan moet je ook zeggen van, joh, dat gaat je niet lukken. Laat het gewoon. En dan moet je als coach, jonge coach, maar dan moet je ook meemaken, weet je. Je moet dat proberen en zeggen, oké, ik krijg dat niet geïmplementeerd. En dan moet je niet koppig zijn. En dan zeggen van, oké, weet je wat, laat het gewoon. Ik bedenk wel iets anders. En dat is het leuke dan, dat je altijd nieuwe dingen zet die je kunt proberen. Soms zijn sommige dingen makkelijker dan iets anders, bijvoorbeeld, dan die coach. Maar dat is een beetje ook een valkuil als jonge coach, van ga niet te veel overkijken en zeggen van, ja, nee, dat is zo goed, ik kan implementeren. En als het niet lukt, ja, dan staat het daar als coach. Nee, klopt. En wat ik wou eigenlijk daar juist ook al vragen. Hè. We waren daar bezig over het feit dat jij onlangs met je team een gesprek hebt gehad. Hè. En ik weet, het is geweten dat Nederlanders zijn directer en mondiger dan Belgen. Merk je dat ook op een basketbalveld? Als bijvoorbeeld defense, hè. Je hebt heel vaak coaches die willen dat de spelers communiceren. Wij Belgen zijn communicatief niet de sterkste. Merk je dat echt een verschil met Nederland? Ik moet zeggen dat dat een pijnpunt is bij ons communiceren. Dus, okay. Het is misschien door mij dan eigenlijk. Dat ik het, maar in het algemeen, ja, die communiceren meer rechtuit. Dus no bullshit. Dat communiceren op het veld, dat is iets anders dan je rechtuit vertellen. Kijk, wat je hier hebt ook, en dat heb je dus in België ook minder, is dat veel spelers het beter weten. Dus coach. En ik ging daar vroeger ook mee in, dat ik dacht van, oh fuck, en dan ging ik naar huis en ik van, oh, zet ik wel juist, en dan ging ik mijn eigen terug eruit vinden. En dan ik van, ja, maar nee, ik had dan toch gelijk en ik moet niet toegeven. Dat is allemaal van binnen, het is niet helemaal ik dat zeg. Mm-hmm. En dan had ik terug en dan dacht ik van, ja, nee man, het is zo. En dat hebben Nederlanders, als ik coachte in België, dat was dan wel jeugd, maar als ik zelf, de jaar dat ik heb gebasketbald, je komt naar de training, jij zwijgt, de coach legt iets uit, je voert uit. Je had soms eens een keer, ik heb met Steve Ibis nog gespeeld zijn laatste jaar, die had daar wel eens een stem van, ja, misschien kunnen we dat zo en zo doen, maar 90% iedereen zwijgt en iedereen voert uit. Ah, bij ons soms zijn wij 10 minuten bezig, maar ja, coach, en dat was in het begin, ja, nee, ik heb dat toch zo en zo gezien. Dan heb ik dan overgegaan en dacht van, ja, oké, nu moet ik echt wel eens even signaal geven van, kijk, gasten, oké, ook al heb ik geen gelijk, geef me dan gelijk en dan kunnen we verder, want we missen hier ook al tijd en zo, mee, alleen maar te gullen eigenlijk. En dan zie je toch wel dat wat ik heb ingezien is dat heel veel spelers het echt niet weten, ook niet. In de zin van, en ik was ook zo, als speler kwam ik kwak niet doordenken van, ja, oké, ik wil wel weten van, oké, waarom doen we dit of waarom spelen we dit? Maar dan stop het bij. En je hebt soms iedereen de indruk dat die zo willen zeggen van, ja, weet je wat, nee, dat is niet goed en we gaan dat nu zo doen. En dat is wel soms heel frustrerend, maar ik heb daar nu ook al over gehad van, guys, laat mij even doen, vertrouw het mij ook. Want dat ging zich eigenlijk ook afspelen in de wedstrijd, et cetera, en hebben wij een gesprek gehad. En hier in Nederland zijn ze ook van de feedback. En ik zei, oké, feedback,
hoort erbij. Dus ik kreeg een feedback en ik, toen ik merkte van ja, die weten niet alles. Dus ik moet echt gewoon veel meer zelfzeker zijn en gewoon zeggen van oké, dit is mijn filosofie, zo gaan we het doen. Was toen ik in gesprek ging en dacht van ach ja, maar eigenlijk, die weet eigenlijk echt niet over wat het om gaat, maar die is gewoon maar dingen aan het zeggen. En dan was ik open voor suggestie en dan zeiden ze ja, maar wij hadden een discussie over wij spelen basketbal, maar wij zijn allemaal te veel ingesloten in onze rol. Dus ik heb dan echt aangehoord wat die wouden. Dus ja, we willen toch nog ietsje vrijer spelen. En dan ben ik bijvoorbeeld, zo zijn we eigenlijk afgesloten, als ik kan gaan nadenken, oké, die jongens willen nog vrijer spelen. Wat wel doen eigenlijk. En dan ben ik bijvoorbeeld gaan nadenken over de DDM, Dribble Drive Motion. Gaan implementeren, maanden mee bezig geweest. En dan zie je eigenlijk dat... Dan geeft hij eigenlijk toe, maar dan ziet hij ook eigenlijk van, ik had het helemaal niet moeten doen, want ja, kijk, nu doen we het, nu loopt het ook niet goed. En ja, nu zit het daar ook mee wel 2 maanden dat je eigenlijk iets anders kon doen. Maar dat is ook wel iets waar je dan mee leert als coach. Ja. En natuurlijk, we gaan er wel op verder bouwen, hè, op die dribble drive motion, en we gaan dat nu ook gebruiken, want hè, we hebben gezien dat we het ook nog gevaarlijker kunnen zijn vanuit een drive, omdat we het personeel ervoor hebben. Maar je moet er wel mee oppassen. En zeker hier, je moet jij openstaan voor feedback. Maar je moet ook wel zien dat je niet ineens elke avond naar huis gaat. Je moet gewoon reflecteren van ja, en dit en dat was dat wel goed. En dat moet altijd doen, hè. Maar ik wil zeggen dat je niet altijd met een slecht gevoel naar die training komt van ja, weet ik het eigenlijk nog wel of niet? Want als beginnende jeugdcoach, jongere coach, zit er nog heel fragiel en heel gevoelig naar bepaalde feedbacks van teams. Ja, en ik weet dat er altijd spelers wel luisteren van mijn club, van andere clubs. Ik denk dat dat echt ook een heel belangrijk is, wat je er straks aanhaalde, van, weet je, dan mag ik nog ongelijk hebben tijdens een wedstrijd. En ik heb dat deze weekend ook van, die ja maar, laat dat even. En kom na de wedstrijd even klappen met de coach of op de training, na de training. Want we verliezen daar zoveel tijd, energie mee. En eigenlijk creëerde maar meer chaos en meer oneenigheid in een ploeg. Ik ben ook van mening van, en ik denk dat we er over laatst nog eens over gebabbeld hebben met iemand, van, ook al zegt een coach, wij spelen bijvoorbeeld een 4-1-zone, en die coach staat er 100% achter en die zegt u waarom dat hij dat wil doen, denk ik dat heel veel spelers dat nog wel gaan doen. Ja. He, dus je moet echt... geloof gewoon wat de coach doet. En wil ik het niet, dan zal hij zelf er ook wel over nadenken. Zo. En je kunt er daarna ook altijd een klapje mee doen. Maar verlies niet de energie om constant er maar tegen te babbelen. Ja, die ja maar, dat vreet echt heel hard aan u. En weet je, jeugd kunnen soms zeggen van, yo guys, maar senior, die kijken nu echt ook aan van, hey maat, zeker als je dan, zoals ik al heb aangegeven, een ex-vriendenteam overneemt. Ja. Er zijn nog maar 2 spelers over, hoor. De rest heb ik nu al zelf kunnen recruiten. Maar dat is toch wel ook in de cultuur van, toch wel weer van, ja, waarom doe je dat? En ja, toch wel altijd van, ja, toch dat laatste woord willen hebben. En dat is soms heel frustrerend natuurlijk. Iedere coach kent wel of heeft wel een ja maar in zijn ploeg. Dat is het. Ja, ik heb er misschien wel 6 of 7, dus dat is niet 1. Ik hoop dat mijn spelers niet, die zullen waarschijnlijk niet luisteren. Alhoewel, ze zullen misschien wel luisteren. Maar ze mogen het weten. Weet je? Hey, wat ik ook wel belangrijk vind, hè, en dat is misschien de chance dat ik heb, omdat ik dan dat team kende, ik kan wel echt in gesprek. Ik kan geen enkele awkward situation uit de weg. Als iemand minder speelt, dan heb ik wel geleerd van oké, ik wil die coach hebben die echt over alles wilt kunnen spreken. Weet je? En het is ook wel de cultuur die alles moet bespreekbaar zijn. In het begin had ik ook gezegd van ja, we doen dat en ik kon met niemand iets over hebben. Maar dan heb ik hier ook wel geleerd van dat gaat hier niet. Want omdat we ook zitten met mensen die betalen heel veel contributie. Dat zijn amateurs. Jij moet zorgen dat het plezant ook is, leuk is. Als ik kom met basketballen. En dan wil die ook wel eens een keer een feedback hebben en zo. En dan wil die met je in gesprek. En dan ben ik erin gerold. En dat is wel belangrijk ook, dat je toch wel altijd terug in gesprek kan en alles kunt bespreekbaar maken als coach. Op enig welk niveau. Ik heb een leuke ja maar deze weekend. Ik heb een speler en die moest in zijn offense moet naar beneden komen. En dan moet hij een dubbel exit hebben. En die vertrekt veel te vroeg. En ik zeg, je bent veel te vroeg vertrokken. En die zegt, ja, maar dat is niet waar. En een hele discussie. Uiteindelijk moet ik een time-out nemen, omdat er een ander ook... En het is eigenlijk de ruzie in de ploeg dat ik zeg, stop met die ja, maar. Maar goed dat ik enkele volwassen spelers heb die ook mij dan tot orde roepen en zeggen van, stop nu. Oké?
En het leuke is, waar ik nu toe komen, ik film mijn wedstrijden. Dus ja, ik denk in mijn eigen... Dus ik denk in mijn eigen... Ik zei het tegen hem, we zullen nog wel zien. Dus van de week, ik doe mijn video, ik kijk zo, ik denk, oh my god, ik heb hem. Dus ik stuur dat ook door. En toch probeert hij nog even. Ja, maar die staat verkeerd. Ik zeg, ja, kom aan. Ik zeg, laat het gewoon. Ik kom gewoon zeggen, ja, coach, je hebt 100% gelijk. En dan stuurt hij dat ook. En dan kan hij, allez. Dus ik denk soms dat het ook wel makkelijk is om zo af en toe een speler is een ja, maar te laten zien of die wel gelijk heeft. En, en dat voelt dat wel. Ze die voelen dat wel van, shit, ik kan, hij probeert nog even, maar hij kon niks meer zeggen. Want je zag gewoon dat hij verkeerd was. Nee, zeker, zeker. En het punt dat je nu aanhaalt, dat doe ik ook. Ik film ook al mijn wedstrijden. Mm-hmm. En ik doe ook een good, bad en een ugly elke maandag. Voeg ik dat in. En wat het over methodes dat je kunt gebruiken als coach. Wat ik dan ook doe, ik doe een kleine video-analyse van de tegenstander. Ik heb toevallig iemand die van de tegenstanders ook zijn wedstrijden filmt en die op YouTube zet. Dus ik kan die dan ook pakken. En dan zet ik dat gewoon in een kleine WhatsAppjes. Dan zeg ik altijd van, ja guys, hey, is allemaal werkende mensen tijdens de lunch. Kijk even naar dit, is een kleine scoutingsrapport. Allemaal kleine stukjes in WhatsApp. En dan probeer ik die ook gewoon te laten zien naar bepaalde scoutingsgroep, maar ook naar hunzelf. Maar ik leg het ook wel bij hun. Ik zeg, ik film alles, je kunt me alles vragen, je kunt een tape terugzien. Ik monteer ook alles in een half uur wedstrijd. Dus ik doe alles qua highlights. En kom jij dan naar mij? En dan zijn er een paar spelers die zeggen van, ja coach, in defense had ik dat moeten doen of dat moeten doen. En dan leg je dat uit. Maar ik kan niet iedereen feedback geven, want dat kost mij ook nog meer tijd, snap je? Mm-hmm. En dan zie je ook van, oké, wie wil er mee bezig zijn? Wie wil de progressie maken? En dan zie je een paar jonge gasten, die komen dan privé en zeggen van, coach, heb je nu het zoveel? Wat is daar misgelopen? Ik doe dat, moet ik dat doen? En dan leggen wij dat uit en dan praten wij erover. Dus ook voor de coaches... makkelijk middel, film je wedstrijden en maak breakdowns in kleine WhatsApp-filmpjes van 10 seconden, dan wordt die zeker bekeken. Je kunt er een note bij zetten en je kunt er heel veel mee bereiken eigenlijk. En met wat filmde jij? Ik doe dat met een GoPro en daarom heb ik tegen coaches. Ja. Dat is redelijk handig, omdat die 78 graden. Ja, dat is toevallig. Ik ging dus filmen en toevallig zijn de spelers van mij. Ik heb zo'n heel dure GoPro. Ik zeg, ja, breng maar eens mee. En zo ben ik beginnen filmen, dus ik moet altijd vragen. En toen zei van, ja, ik kan het ook eens een aanscheffen. En toen ben ik gaan kijken, want dan kostte dat €400. Toen zei ik van, weet je wat, pak ik toch gewoon een nieuwe GoPro. En inderdaad. Ja, want het is handig. Maar ja, je kunt met alles, hè. Je kunt met alles filmen. Hè. Maar je kunt dat gewoon nazetten. Dat heeft zo'n view. En je hoeft dat niet te verschuiven. Dat is wel handig. Allee, het is een investering, maar ik heb mij er nog geen moment spijt van gehad eigenlijk. En het is echt... Ik denk echt als een investering. Ja, dat is heel handig. Je staat op YouTube en dan kun je er ook naar terugkijken. En, waar ik wel moeilijk mee heb, is ik monteer dat dan om natuurlijk die wedstrijd te herbekijken. Dus dan, zeker dat dat toch moeilijk is, omdat er altijd iets gebeurt. En dat ik dat altijd wel een paar weken en bekijk ik dat dan terug nog eens, omdat ik dan anders... Dan heb ik een ander inzicht over. Anders ga ik me misschien dat druk maken over bepaalde situaties van, ach ja, en dan gaat het toch inderdaad dat willen knippen en zeggen tegen die gast van, hey, dit gezien, nu heb ik u. Dus ik laat dan even, ik heb ook leren relativeren, weet je, en daar heb ik ook wel moeilijk mee. Ook met verlies. Moet ik eerlijk zeggen, ik heb altijd teams gehad die, waar we bijna met de vingers in de neus richting kampioenschap zou kunnen gaan, natuurlijk met corona en zo, heeft er anders over beslist. Dus dan is dat altijd makkelijk geweest, maar nu moeten we dan... Is het te maken met toch andere teams, met mindere spelers, et cetera. Dus dan is het toch wel makkelijker om dat te gebruiken, eigenlijk. Sowieso. Oké, nice. Ja, zeg maar, Gunnar. Doe maar. Nee, ik wou gewoon eens vragen van uw ervaring. Hè. Ik heb het er straks aangehaald, en jij zelf ook. Hè. Je bent naar Madrid geweest, je bent naar Fenerbahce geweest. Hoe ervaar je... Allee, Gunnar is met mij overlaatst naar Kaunas geweest. Ik denk dat de eerste Euroleague-wedstrijd was. Hé, hey, Gunnar? Ja. Hoe ervaar jij dat eigenlijk als je zo naar ergens gaat? Ja, ik had ook al aangegeven met die lockdowns. Was dat een dreun. En in het begin ging ik eerst alle trainings zien die er bestonden, omdat we dan toch maanden thuis zaten. En dan daarna ging ik alle finales kijken van de Euroleague. Volgde de Euroleague kamer dan heel sporadisch. En dan toen zei ik van als ze nu nog eens in lockdown gaan, dan vind ik de citytrippen er eens waar. En het moet ook nog eens een Euroleague team of het moet basketbal of voetbal te zien zijn. Uh-huh. En zo ben ik in Berlijn gekomen,
Madrid met mijn vriendin en dan ook richting onlangs Istanbul. Ja, dat is de crème de la crème. Ik ga wel, ik probeer altijd te gaan en gewoon eerst te genieten. Dus nog niet bezig te zijn van ja, ik kan dat in de oog houden. Als ik iets wil checken of iets wil eruit halen, je kunt alles nog eens terugzien. Iemand heeft wel een account en ik kan dat wel altijd wel terugvinden. Dan onthoud ik dat wel, probeer ik dat in de gsm te zetten, maar ik kom vooral om te genieten. Mm-hmm. Ik moet nou wel zeggen, in Berlijn was ik nog niet zo onder de indruk. Ik ben een Madrid-fan, ik ben een hele grote Pablo-fan. En het is heel gek, want ik ben in voetbal Barça en anti-Madrid. En nu mijn vrienden zeggen een bandwagon. Ik zeg nee, ik ben geen bandwagon, want het basketbal van Madrid is... Dat is denk ik grote fan van en die begrijpen er dan niks van. Dat zeggen, ja, dat kan ik niet in Madrid of Barça. Ik zeg, nee, dat, je kunt voor Barça voetbal zijn. Je kunt voor Madrid basket zijn. En dan zegt hij van, jongen, jij weet er niks van. En ik van, ja, nee, Pablo Laso. En ook wat die recruit en de spelers, ik ben er een hele grote fan van. En dan... Ja, dat vond ik ook indrukwekkend. Ik heb dan Euroleague en dan ook een paar dagen daarna was het tegen Real Betis, dat was tegen Blijnbergs. Om dan te kunnen zien hoe hij het dan deed tegen zo'n ploeg. Ik was ook wel onder de indruk, want die ploeg is niet zo wauw, maar die heeft dat eigenlijk wel goed gedaan. En ja, die speelt er ook wel goed. Mm-hmm. Ik vond het indrukwekkendste, dat was toch wel Istanbul. Als ik dan... Barça kwam er, dat was eigenlijk de vorige finale van vorig jaar, dat was dat Barça dingen die door Barça is verloren en Barça kwam in Istanbul en een collega coach vertelde mij, ze zei ja, Efes die fluiten elke tegenstander balbezit gewoon uit. Ik dacht, ja, dat doen die misschien 10 minuten. En daadwerkelijk, wij zaten daar en elke bal dat Barça had, was dat gewoon boers. En dan denk ik met mijn 16.000 man, en dan denk ik wel, en dan zijn we nog niet in Servië of nog niet in Griekenland geweest, maar dan denk ik in mijn eigen van hoe de hel kunnen die normaal basketbal spelen? En Barça kreeg klappen die eerst zelf, misschien in die wedstrijd nog gezien. En in de tweede helft keerde hij terug, ging de center daar, noemt hem Mirotic. Mirotic speelde daar. En toen zitten daar wel te kijken van, oké, wat gebeurt er hier? Waarom gaat die wedstrijd richting Barça? En dan zie je dat bijvoorbeeld de coach Sanus, die ging dan Mirotic speelde op de 2. Die van Zalgiris, die jonge gast, die Polen, die mocht dan spelen. Die speelde ook de wedstrijd van zijn leven. En Mirotic op 2. En de rest was aangevuld met die andere Turk van Efes van vorig jaar. Ja, en dan zie je dat keren. En een bal, en dan begin je wel op te letten als coach. En dan zie je, ja, dan iedereen staat aan het fluiten. En dan denk je van, wow, dit is hier echt... Ja, dit is hier gewoon genieten. Want dan is dat schaakspel dat je dan kunt meevolgen van oké, nu gebeurt dit, nu gebeurt dat. Ja, en dat is dan genieten. Dat is dan, en dan ja, in Istanbul, ik moet zeggen, ja, weet je, Real Madrid was ook wel fanatiek. Maar het fanatiekste wat ik tot nu toe heb gezien is dan Turkije. Want ik ben ook naar Fenerbahçe geweest op een zondag. Die speelde in een paar dagen daarna. Ja, dat was leeg en dat was stil. Maar normaal gezien zijn die ook wel gekend voor de sfeer. Maar jullie waren toen, ik in Madrid was, waren jullie toen in Zalgiris? Ja, dat is daar ook gek in huis. Hè? Dat is ook genieten waarschijnlijk. Zalig, hè, Gunnar? Weet je nog wat ze riepen, Gunnar? Jarabatta. Dus die liepen daar een hele tijd. En wij dachten, dat is hier echt iets om aan te moedigen. Hè? Dus ik vraag aan die man naast mij, waar roepen die eigenlijk? Groen-wit. Zeg, allee, ik ken daar niks anders. Maar wat ik goed vind dat jij zegt, is... bijvoorbeeld, die fluiten die uit. Ik ben gaan kijken naar de derby. Olympiakos Panathinaikos. En het was nog met Spanoulis. En Spanoulis wordt... ze roepen zo Spanoulis en nog iets. En ik vraag zo aan die gast, even smaak, zeg, wat zeggen die eigenlijk? Kan ik niet vertalen, zei hem. Het is niet schoon. En dan denkt het toch ook zo. Oh, jongens... Ja, dat je daar toch allemaal in kunt spelen. Allee, wij kunnen ons dat niet voorstellen dat wij naar een basketmatch gaan waar dat er zo van die gaatjesdraad hangt dat ze niet kunnen gooien. Ik denk dat in... of van die overkapte dinges. Allee, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè. En ja, dat is... Ik denk dat vooral is... Heel veel mensen moeten dat eens doen, naar een Euroleague-wedstrijd gaan zien of naar een Fenerbahçe, gewoon voor de sfeer. Het is allemaal wel... Zoals ik naar Okapi vroeger gaan zien, dat is heel plezant. En dan, maar als ik naar een Kaunas ging zien, Olympiakos, dat is toch nog eens iets anders. Plus dat niveau van in basketbal gaat dan naar boven. Dat is, toen mijn collega-coach dat zei, van, die was toen FS tegen Madrid gaan zien, ik dacht, allee, je ontvangt Real Madrid, je ontvangt Barça. Dan is het toch wel ook iets zoiets van, gentlemen...
respect voor zo'n grote club. Niks, hè. Gewoon, als hij dan ballen, boers, en 40 minuten lang. En ja, dat heeft een bepaalde sfeer, ja. Ik kijk er naar uit om ooit een keer in de derby te zien in... Athene... Panathinaikos tegen de Olympiakos. En zeker de moeite. In Servië, Belgrado tegen... Red Star tegen Partizan te zien, dat zijn dingen die ook nog op mijn bucket is. Maar dan moeten we natuurlijk geraken, natuurlijk. Dat is niet evident zoals een Madrid of een Istanbul. Nee. En ik ben heel blij dat jij een Pablo Lasso-fan bent. Zijn ze wel, ja. Zeker met twee. Ja. Ik moet wel zeggen, als ik dan, ja, natuurlijk, na die wedstrijd van Barça Efes, had ik toch ook wel diep respect. En ik zie daar twee finalisten en dan denk ik in mijn eigen van, oh ja, maar ja, ik ben wel, ik merk wel dat ik ook wel, ja, toch wel van dat snel basketbal ben. En, ja, en vooruit. En ja, toch wel dat. Ik hou van elk, ik pak van elke coach wel iets, maar bijvoorbeeld, en eigenlijk Barcelona deze jaar ook, ik vind het super, wij. In het Belgisch basketbal, wij zeggen vaak van, hij is er nog niet klaar voor. Of hij moet wel rusten. En we zeggen dat, we hebben dat vorige week met coach Jeroen ook, van, we willen soms dat ze te snel gaan, maar soms moeten we jonge gasten wel eens laten proeven. En je weet dat nooit niet. En het is niet alleen, als je kijkt naar een Real Madrid, als je kijkt naar een Barcelona dit jaar, Real Madrid wint van Moskou met gasten die nog nooit Euroleague hadden gespeeld. Waanzinnige wedstrijd. En ik zie nog altijd met een gsm komen. Historia. Ik heb de match nog niet gezien. Ik denk, wat is er gebeurd? Ja, dat is waanzin. Soms moet je ook geloven dat die gasten dat kunnen. Dus, wat ik ook al zag bij bijvoorbeeld Pablo Lasso en hoe die met jeugd omgaan. Dat is niet garbage minuut te geven. Nee, wat die bijvoorbeeld doen. Ja, maar ook bijvoorbeeld met die Nunez, die jonge guard, bijvoorbeeld. Ja, die zet hij dan in wanneer ze 7 punten... En die roteert hij mee en dan zit hij al voor de leven. Terwijl die eigenlijk ook die wedstrijd moet winnen. Mm-hmm. En dat zie de coaches niet doen. Wel, ja, de meeste coaches, als je een talent hebt, dan is dat toch wel van, 10, 15, toch daar. Dat is toch een andere visie dat je net op een jeugdspeler, omdat je toch altijd, als het dan om de prijs gaat op dat niveau, je toch je eigen hachje moet redden. En bij hem zie je toch wel dat hij gewoon echt roteert met die jonge gasten en die beschouwt als voltallige spelers, terwijl die eigenlijk nog niet zo heel goed ontwikkeld zijn. En terwijl er eigenlijk nog een Sergio Lul en nog een Casseur, noemt hem de Fransman daar, de halve Fransman. Casseur. En nog zo, dingen die daar voor hem staan. Dus dat is wel mooi om te zien natuurlijk. En dat zo'n dingen zijn interessant in de Euroleague om dat te zien op dat vlak. Trouwens, een nieuwtje. Misschien dat Gabriel Dek terugkomt. Naar Real. Oh, kijk. Het zou een heel in bank verdiepen wel. Dus hij is gereleased in de NBA. Dus ik heb toch liever Campasso dan terug. Maar ja, dat kun je niet alles hebben, hè. Mijn broer maakt altijd mopje. Hij heeft die ooit gefloten, Nick. En hij kwam uit de toiletten. Ik heb Pazzo stond er. Die zei, Mike, die ding dat hij maar een knappe vindt was. Want ik kwam voorbij en die zo, hola. dat is een smeerlapje. Hè? Dus die wil je waarschijnlijk voor hem winnen. Hij zegt niet een smeerlap, maar het is een moeilijke mens om te fluiten. Omdat hij speelt ook, eigenlijk wat jij zegt over uw ploeg, hij speelt op trantje en hij probeert dan wat en het is niet makkelijk. Hè, want, je ziet dat nu ook, hè? Ja, bijvoorbeeld, ik vind dat ook van een Hackett, van CSKA Moskou. Ja. Maar daarin zegt mijn broer, van dat is echt een gentleman. Terwijl ik dat op het veld niet altijd zo zie. Ik zie dat niet altijd zo. Maar misschien is dat omdat hij veel tatoeages heeft, dat kan ook. Ja. Moet oppassen, als je biedt, kun je je podcast internationaal en dan vermengen en dan zeggen van coach Van den Broek, favorietjes en zit in de roddelkrant. Nee, dat denk ik niet, hè. Nee, leuk. Abdra, misschien om rustig af te sluiten, hè. Wat zijn uw plannen nog in Nederland daar of in het coaching algemeen? Wat is uw ideale droomcarrière, als u moet dromen? We zitten nu met die corona, dus dat houdt alles tegen. Ik hoopte dan, ik had me al eerst iets ingebeeld, hoe, wat. Ik kwam in mijn ploeg naar de tweede klasse, wij stonden 2 jaar aan kop. Wij mochten zelfs op een reservelijst gaan. Als er een ploeg afging, dat wij als eerste gewoon automatisch mochten promoveren,
wat ik me daar ontwikkel en wat ik daar echt furore maak, omdat je dan daar van de Final Four speelt, terwijl we hier eigenlijk niet de Final Four, we moeten eigenlijk bij de twee eerste eindigen, we moeten tegen Noord en Zuid, ja, tegen elkaar. Dus, en als je wilt uitblinken, is het toch wel in de promotiedivisie. En van daaruit word je gezien als speler, als coach, eerste divisie, maar dan moet al iemand heel oud zijn met heel veel jaren ervaring, dat ze zeggen, ach ja, die zit daar nog, ja, misschien pakken we die op, naar de Eredivisie. Maar ook gewoon, ik zit in mijn BT3, dus mijn licentie behalen. Ja, ik ben ermee begonnen toen ja, corona begon, dus in Nederland moeten een portfolio opzetten van alles wat je hebt gezien, en dan moet je dat verdedigen. Toen ik in België voor mijn eerste licentie ging, was dat gewoon, ik kreeg die stof, aantekeningen maken, en ik kreeg x aantal vragen. Hier vind ik het wel persoonlijk beter, omdat je, ja, weet je, in België zou je denken van het slimste jongetje van de klas kan een coach worden, terwijl hier maakt je portfolio, praat je en niks is verkeerd. Natuurlijk, conditieleer is wetenschap, dan kun je niet gaan zeggen van ja, nee, maar die naarslag moet zo, nee, dat is gewoon, dan moet ik anatomie, et cetera. Maar je kunt wel praten met ook coaches en dingen toelichten. En dan krijg je een beeld van u en dan laat ze je ook wel, dan krijg je ook die licentie. Dus ik zit in mijn BT3. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk nu mijn praktijk doen, maar ja, met corona is dat een beetje moeilijk gegaan, dus dat wordt dan wordt al binnenkort afgerond en dan moet ik voor mijn BT4 gaan. Als je een BT4 hebt, dan mode Eredivisie coachen. En ik heb nu ook al beslist, dat heb ik ook gezien met de jeugdwerking, dat ik niet te veel ad hoc wil hebben. Dat is ook een raad aan de jonge coaches, probeer niet ineens ad hoc dingen te willen forceren. Dus eerst voor die licentie te halen en dan komt de rest wel. Ja, ik heb het vorig jaar ook kans gehad om op hoog niveau assistent te zijn. Dat is ook een beetje anders gedraaid, heb ik ook verteld. Dus ik probeer wel te kijken van als we straks terug mogen basketballen, mijn eigen eerst te ontwikkelen. En dan via, want ik natuurlijk, het feit dat er zo weinig coaches zijn en dat de materie wel is aangepast naar de coaches en wat makkelijker is, ja, maakt het ook wel zo dat het makkelijker is om je als coach hier te ontwikkelen en richting naar boven te gaan. Natuurlijk, wat er in België moeilijker is en meer concurrentie hebt, heb je dat hier niet. Dus ik zie dan ook wel kans straks als we terug mogen basketballen om dan ja, in mijn ja, toch wel mijn eigen te ontwikkelen, successen te halen. En hier het hoogste proberen te halen dat er is. En ik zie wel ergens kansen krijgen. Ik bedoel, er zijn hier in de Eredivisie, ik noem het Eredivisie, maar ook de Dutch DBL, Dutch Basketball League. Jonge coaches de kans krijgen. We hebben coach Vincent in Leeuwarden. Dat is een assistent van vorig jaar van Joost United. En die deed ook de promotiedivisie. Dus er is wel een soort patroon dat je dat volgt, dat je dan uiteindelijk de kans ooit kunt krijgen in de Eredivisie. Dus zo zie ik dat. Dat is een beetje mijn... Ja, dat is wat ik toch wel eerst wil halen en dan de rest komt dan nog wel vanzelf, denk ik. Nee, sowieso. Ik gun het u ook. En wat ik leuk vond aan het gesprek vandaag met Abdra, het is ook de eerste keer dat we elkaar zien en horen, is hoe dat je echt jezelf voor de spiegel legt. Je merkt dat ook. Hè. Je hebt al dingen die minder goed gingen en dat je daar dan over nadenkt. Je gaat er in gesprek mee met andere coaches. Je staat daar ook voor open, ook van de spelers. Ja, en dat vind ik leuk. En ik denk dat dat ook het parcours is van een jonge coach. Hè, vallen en opstaan, trial and error, echt zo. Ja, niemand heeft alle kennis in pacht. En ik vind het leuk hoe dat je ermee omgaat en nu jezelf wilt bijschaven. Dus ik hoop dat ik u een keer aan het werk kan zien. En ik gun het u van harte natuurlijk dat je snel uw BT4 en zo hoog mogelijk uw doelen kunt waarmaken. Ja, bedankt. Bedankt. Dank u wel. Het is leuk om te horen. Ja. Goed, en wel, dan de rest ons u enkel nog te bedanken hè, voor de tijd dat we wou vrijmaken. Jullie ook blijven vooral doen wat jullie doen. En ik weet dat er heel veel mensen heel veel aan zulke media hebben. En het is ook altijd, het is gewoon leuk om alle soorten coaches dan te kunnen horen wat hun ervaringen zijn en hoe die erin staan eigenlijk. Dus goed dat jullie er zijn. Hopelijk bij ook een Nederlandse collega's hebben die ook zoiets willen starten. Of misschien voor jullie zo. Ja, ik zie jullie ook al wat in. Jullie hebben al met Nederlandse coaches gehad. Dus blijf gewoon lekker verder doen wat jullie mee doen. Dus, gaan we doen, jongens. Super. Merci eens voor de tijd, Andra. En tot snel. Tot de volgende. Tot de volgende. Bye bye.
Bedankt om te luisteren naar De Huddle. Elke week nodigen wij coaches uit om hun visie over basketbal en coaching te delen met jullie. Op die manier kunnen coaches hun filosofie verruimen. Volgende week gaan we in gesprek met coach Luc Smout, een monument in het Belgisch basketbal. Coach Luc is sinds dit jaar terug aan de slag bij zijn Antwerp Giants. Met coach Luc gaan we dieper in over het aspect jeugdwerking. Wil je geen podcast missen? Abonneer je dan zeker op onze sociale media. Tot volgende week.